De Nest Hub is het nieuwe slimme scherm van Google van je keuken, slaapkamer of woonkamer. In deze video neem ik mijn 5 favoriete functies met je door. En blijf tot het einde van de video kijken, want we geven er ook eentje weg. Misschien ken je dit slimme apparaatje naast me al. Eind vorig jaar hadden we namelijk al een video van een Google Home Hub. Goeie nieuws, vanaf nu is hij ook in Nederland te koop. Hij heeft wel een iets andere naam en heet nu de Google Nest Hub. De functies zijn verder hetzelfde gebleven. In deze video neem ik even 5 toffe functies met je door, zodat jij straks gelijk weet hoe je de Nest Hub zelf thuis kunt gebruiken. Blijf kijken tot het einde van de video, want we geven namelijk deze nieuwe Nest Hub gratis weg. Aan het einde van de video leg ik uit hoe jij kans maakt. Mijn favoriete functie is opstaan met Google. Door oké Google goedemorgen te zeggen, krijg je in een paar minuten alles te horen wat je voor die dag moet weten. Bijvoorbeeld files die onderweg naar je werk staan, het weer voor die dag, de afspraken op je agenda, maar ook het laatste nieuws. Voor dat nieuws heb je de keuze uit verschillende bronnen. Je kunt bijvoorbeeld het radiojournaal van de NOS te horen krijgen of een update van RTL Nieuws. Er is helaas nog geen videonieuwsoptie. Dat is een beetje jammer, want in Amerika is die er wel. Dan kun je bijvoorbeeld even in een paar minuten het nieuws van CNN bekijken. Het is nog een beetje onbekend wanneer die functie naar Nederland komt. Toch is het nu al een hele toffe functie, omdat je hands-free bijgepraat kan worden over alles wat je moet weten. Zo kun je bijvoorbeeld terwijl je het ontbijt klaarzet of terwijl je de afwas doet, toch een laatste update krijgen. Ook in de keuken is de Nest Hub heel handig. Je kunt hem namelijk als interactief kookboek gebruiken. Vraag hem om recepten voor pasta en laat er gelijk een paar zien. En als je nog wat willekeurige spullen in huis hebt liggen, kan hij ook helpen. Vraag bijvoorbeeld om recepten met tomaten en kaas en Nest Hub heeft altijd wat voor je liggen. Tijdens het koken is de Nest Hub handig hands-free. Stappen worden één voor één voorgelezen en je kunt natuurlijk op ieder moment vragen of hij een stap even wil herhalen. En als je bijvoorbeeld niet weet hoe je een ui moet fruiten, dan kun je natuurlijk altijd op YouTube wel een video vinden die het uitlegt. De Nest Hub heeft geen videocamera, maar je kunt er wel mee videobellen via Google Duo. De persoon die je opbelt kan jou dan niet zien, maar wel horen. Jij kan andere mensen natuurlijk wel zien. Dat is nog steeds super handig voor bijvoorbeeld je ouders of grootouders, want daarmee kunnen zij via de Nest Hub even makkelijk bellen met je kinderen en kleinkinderen. Zoals de naam al duidelijk maakt, is de Nest Hub ook een echte hub voor de slimme apparaten in je huis. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken om je Philips Hue of IKEA Tradfree lampen van kleur te laten veranderen. Of om je toonthermostaat of je nestthermostaat de temperatuur te wijzigen. Je kunt de Nest Hub koppelen aan tal van andere slimme apparaten in je huis. Van een beveiligingscamera tot de deurbel tot zelfs een slot. Het gaat heel simpel. Je kunt het met je stem bedienen, maar ook gewoon met het scherm. Door omlaag te vegen vanaf het homescreen staan de knoppen in beeld. Het klinkt misschien wat suf, maar de Nest Hub is ook het beste digitale fotolijstje dat je maar kunt vinden. Hij kijkt automatisch naar de Google Fotos app op je smartphone en zoekt daar mooie foto's op uit. Daarvoor kijkt je bijvoorbeeld naar bijzondere locaties, leuke momenten of mensen die je vaak op de foto zet. Je hoeft niet bang te zijn dat blurry nachtfoto's zichtbaar zijn of 20 identieke foto's die je van een kast hebt gemaakt om op marktplaats te zetten getoond worden. De Nest Hub pakt alleen de allerbeste foto's voor je. Heb je daar allemaal geen zin in, dan kun je ook kiezen voor foto's die door Google geselecteerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan mooie landschappen, hippe graffiti of abstracte kunst. Dat pas je aan via de Google Home app op je smartphone. Wil je de Nest Hub zelf proberen? Dan heb ik goed nieuws voor je, want wij geven dit gloednieuwe exemplaar weg. Het enige wat je moet doen is abonneren op ons kanaal en hieronder een reactie achterlaten waarom jij zo graag die Nest Hub wil winnen. En als je dan toch bezig bent, geef ons dan gelijk een like voor deze video, want er komen er meer toffe winacties aan in de toekomst. Meedoen kan tot met donderdag 20 juni. Daarna nemen we zo snel mogelijk contact op met de winnaar, dus hou je YouTube inbox in de gaten. Zorg dus snel dat je meedoet en wie weet win jij straks wel de Nest Hub. Bedankt voor het kijken, doei!